Ik vind dat het bijna gewoon hetzelfde niveau is als een derby. Dus ik vind het echt een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Ja, Vitesse stond gisteravond ook stil bij operatie Market Garden met de jaarlijkse Airborne-wedstrijd. Werd niet gewonnen, want het werd 2-2 tegen Jong Ajax. Maar de spelers en supporters genoten wel enorm van de traditie. Het geel-zwart vermengt zich met de Airborne-kleuren. Supporters vinden het belangrijk dat Vitesse zo stilstaat bij de oorlog. Ja, een hele mooie traditie. Vandaag ook op de Ginkelzijde geweest. Dus dat moeten ze wel inhouden, zeg maar. Het is wel mooi dat ze dat elk jaar doen. Ik vind het heel bijzonders. En ik hoop dat het nog lang door mag blijven gaan. Ik vind dat het bijna gewoon hetzelfde niveau is als een derby. Dus ik vind het echt een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. De wedstrijd eindigt in een gelijkspel, maar het Airborne-besef is er wel degelijk. Dit is een wedstrijd, en ja, voor ons een wedstrijd van het jaar ook. Het is geweldig om zo de euforie in het stadion mee te maken. Dat moet, tot in lengte van jaren moet dat blijven voortbestaan. Het is ook weer goed om er even bij stil te staan. Ik vond het mooi dat ze na de wedstrijd nog even naar die familie gingen. Met die foto's, ja, daar krijg je wel een brok in je keel, moet ik zeggen. Weet je, als je kijkt naar 80 jaar terug, mensen die hun leven geven voor eigenlijk de stad, voor Nederland. En dan denk ik dat het geweldig is als je op zondag een wedstrijd mag spelen en in herdenking van die mensen eigenlijk hier ook op het veld staat.